Lukt het, meisje? Ja, het is heel zwaar. Lukt het? Het is heel zwaar. En ik heb gesport gisteren. Ja, maar alles voor de vlog toch? Oh, alles ja. Voor de vlog. Ik heb gisteren gesport, dus dat is echt niet fijn om dan een pakketje op te halen. Hier, geef me. Zo. Handdraag met perspakketjes. Hier, pak die bovenste er eens af. Daarom neem ik hem altijd mee naar mijn postbus. Zeg ik, ja, de pakketjes dragen. Het is zo leuk als er in de binnenstad zeg maar één iemand besluit om heel rustig de tijd te nemen om in te parkeren. Dan staat meteen dat het eenrichtingsverkeer is, alles vast. Kijk. Kijk, al die mensen die staan te wachten. En de file die loopt echt helemaal door tot voorbij het einde van de straat. Dan kan er één iemand in parkeren en dan tuft de rij weer door. En dan parkeert weer iemand uit en dan moet iedereen weer stilstaan. En dan parkeert weer iemand in en dan moet iedereen weer stilstaan. Oh. Ik vind het heel lekker om op zaterdag, zeg maar, als het zo'n hectische dag is voor iedereen. Iedereen is chaos en snel boodschappen doen. Iedereen is gestrest, want die wil nog voor 5 uur alles doen. En om dan lekker uit het raam te gaan zitten, kijken hoe iedereen aan het stressen is en aan het rondrennen is. Of lekker even met de hond langs alle stress wandelen. En zelf denken, ah, ik zie wel. Oh, wat een lekker weer voor een picknick. Goed, we zijn nu onderweg. Het was echt een beetje een race tegen de klok. Kunnen we niet de paraplu uitkappen of niet? Denk ja, maar wie houdt hem vast dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Jullie? Ik heb hier, ik zal het straks wel even staan laten zien, kipkluifjes. En daar in de mand zit echt een hele grote schotel quinoa met feta en granaatappelpitjes. Echt super lekker. Ik heb er heel veel zin in. Deze heb ik snel even van de markt gehaald. Ik heb niet zelf mee gemarineerd of zo of alles. Gewoon in de oven geplopt en klaar. Want ik had gewoon echt geen tijd meer om andere dingen te doen en zo. En we hebben een kleed bij ons om op te zitten. En we zagen gelukkig dat ze een partytent hadden, zijn familie. Dus we hoeven niet onder een paraplu'tje te zitten ofzo. Maar we hebben toch voor zeker hebben meegenomen. Ik steek hem in het zand, dus we moeten ook gaan onder liggen. En dit is natuurlijk de uitgelezen moment om Hunterboots aan te trekken. Waar zijn jouw Hunterboots, Hans? Heb ik nog niet. Serieus, zijn ook mannen Hunterboots, hè? Oh, maar goed, ik ben heel blij met mijn Hunterboots nu. Extra blij. Ik had ze gisteren het festival aan moeten trekken. Ja, achteraf gezien wel, dat zei je ook. Denk ik, shit, dat had ik mijn Hunterboots. Ja. Hallo Charlie. Hey. Hallo, kom eens met je tongetje. Kom eens met je tongetje. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Hij gaat naar het slot toe, zie je dat? Ja. Hallo Charlie. Hey. Oh. Ik pas er niet doorheen, jongens. Oh, dat is schattig. Kiekeboe, daar ben ik. Oh, hij kijkt, oh, wat schattig. Hij kijkt echt naar boven, naar de dinges. Hij doet wat. Kijk, je moet er doorheen filmen, dan zie ik. Nee. Waar is Charlie dan? Wacht, hou eens vast. Charlie, nee, kom maar. Zie, hij zit daar achter te wachten. Kom eens, hou dit eens vast. Daar is hij. Nou. Kijk, daar zit hij. Ja, Charlie. Goed zo. Kijk eens. Kom. Ja. Charlie. Oh. Ik kan open doen, ik ja, de sneeuw. Hey. Hey, papa en mama zijn toch weer thuis. Hey. Oh, Charlie. Hey, Charlie. Hallo, Charlie. Hey, je weet wie je echte. Oh, je weet het, je weet het. We gaan niet meer naar. Charlie. Hey. Oh, wat hebben we hier gemist? Pak het speeltje naar mijn huid. Dat is één, we zitten erin, ja. Pak hem maar. In, kom maar. Hij ruikt het wel. Hij ruikt heel goed. Bloep. Goed zo! Zal ik hem ietsje eruit halen? Hij zit nu maar heel diep volgens mij. Kom eens. Oh, dat valt best mee. Goed zo! Ik zal hem eens vasthouden. Ja. Ja! Goed zo! Ja, we proberen hem zijn claustrofobie af te leren. Los, los, los. Hoepla! Ga maar, hij zit hierin. Waar is hij nou? Zoek! Hij
is zo dom. Dom hondje, zo dom. Jij bent dom. Waar is hij nou? Zoek. Waar is hij nou? Echt zo dom. Ik vind dit echt heel dom. Ja, leuk is dit, hè? Oh, ja. Goed zo, ja. Oh, dat lag hier net ook nog. En dat was hem alweer van vandaag. Dat is misschien niet wat jullie van ons gewend zijn. Want ik was net aan het monteren en ik zie dat de vlog helaas na een minuut of 6 alweer moest stoppen. We hebben een behoorlijk weekend achter de rug. We zijn vrijdag dus naar Lepeltje Lepeltje gaan, dat eetfestival. Dat hebben jullie gezien in de vorige vlog. En zaterdag zijn we de hele dag gaan picknicken met mijn familie. En het was zo'n ontzettend hectisch weekend, want voorafgaand aan die picknick, ja, dat is heel leuk. Dan bedenken ze, oh jongens, laten we allemaal wat te eten meenemen. Nou, Shifra zou Shifra niet zijn als ze echt niet totaal all out zou gaan. Gewoon omdat ze het leuk denkt. Ze ziet allemaal mogelijkheden dat ze denkt, oh, dan kan ik leuk, dan kan ik dit maken. Oh, leuk, dan kan ik dat maken. En dan lopen we onszelf een beetje voorbij en zijn we dus de hele dag aan het rennen en aan het vliegen. We hadden van een week of 2 geleden, is er een keer, omdat de computer crashte, kon er geen vlog online komen. En die vlog hebben we natuurlijk wel gewoon gevlogd, want we vloggen iedere dag. En toen zeiden we al, oh, dat weekend dan en dan, dat wordt heel druk. Weet je wat, die vlog bewaren we voor dat weekend. Dus niet zo dat jullie net een vlog van 2 weken geleden hebben gezien. Maar wel dat we 2 weken lang een extra vlog, zeg maar tussen de dag dat we het vloggen en de dag dat we het publiceren hadden. Dat was wel lekker, want er zat nu gewoon 2 dagen tussen in plaats van 1. Die extra vlog, zeg maar, die hebben we dit weekend wel ingezet. Want het was zo'n hectisch weekend dat we ook zeiden, we hebben echt nodig om de of niet nodig, maar zo van, we vinden het wel lekker om zondag eens even lekker offline te zijn, niet te vloggen, niet te veel met werkdingen bezig te zijn en zo. En proberen gewoon zoveel mogelijk bij te komen van de drukke zaterdag en de drukke vrijdag. En ondanks het feit dat we die extra vlog hebben gebruikt, hebben we nog steeds, zijn we er niet in geslaagd om zaterdag meer van onze dag te laten zien dan dat we hebben gedaan. We zijn, ja, dus werkelijk inderdaad, wat je hebt gezien is, we hebben boodschappen niet gefilmd, boodschappen doen niet gefilmd. Nou, dat was vrij druk, zijn we veel tijd aan kwijt geweest. Verder ben ik met Charlie gaan wandelen. Dat was een fikse wandeling en daarna zijn we naar mijn familie gegaan en we waren pas 's avonds laat thuis. Wat we wel verder nog hebben gedaan, is voetbal kijken. En ik ben normaal gesproken helemaal niet heel erg van het voetbal. En je zou zeggen, nu helemaal niet natuurlijk, omdat Nederland helemaal niet meespeelt. Maar ik vind het eigenlijk best wel weer leuk. En iedere avond zitten we lekker voor de buis met z'n tweeën. En dan pakt Sifra lekker een biertje en dan pakken we er wat lekkers, wat chips of wat popcorn of lekker een toetje erbij. En dan zitten we lekker te kijken. En ik zei in eerste instantie, ja, Sif, ik vind het helemaal niet zo belangrijk hoor. Die tv hoeft voor mij niet de hele tijd aan. Maar ze zei, en het zal ze ontkennen als je het vraagt, maar ze zei dat ze het zelf ook wel leuk vond, want zij vindt het ook gezellig. Dat geroezemoes op de achtergrond, dat heeft toch een beetje wat feestelijk, zeg maar. Dat gejuich de hele tijd en je voelt die spanning. En het voelt dan toch een klein beetje alsof het gewoon weer het EK is dat Nederland weer meedoet. Of het WK dat Nederland bijna kampioen is. En voordat iedere wedstrijd begint, we kijken niet iedere wedstrijd hoor, maar we kiezen ze een beetje uit. Voor de wedstrijd begint zeggen we van, oh, weet je wel, voor wie zijn we? Nou, meestal zijn we wel voor de underdogs. Over een paar minuten begint IJsland-Engeland. Lijkt me een ontzettend leuke wedstrijd, want IJsland is dus echt heel veelbelovend, schijnt, want ik heb ze nog niet zien spelen. En Engeland is natuurlijk gewoon al traditioneel gezien heel goed. En het zou toch prachtig zijn als zo'n klein, ja, ik wil niet zeggen rotlandje, want volgens mij is het heel prachtig daar en we willen er graag een keer heen, maar zo'n klein landje met, ik geloof maar een paar 100.000 inwoners, dat die zo'n, ja, gigant als Engeland zou kunnen verslaan, lijkt me heel mooi. En we zitten dan echt 1,5 uur zitten we echt aan de buis geplakt. En Shifra zit echt mee te oeën en te aaien, want die vindt ook alles prachtig en spannend. Maar de voorbeschouwing die is net begonnen, dus ik denk dat ik naar beneden ga met Shifra. Die zegt dan ook 1 kwartier van tevoren, ja, we moeten hem wel aanzetten, want de voorbeschouwing is al begonnen. En die blijft in de pauze, blijft ze ook echt kijken, dat ze alles gaan analyseren. Dan, oh, wat prachtig dat ze dit en dit hebben gezien. Want het mooie is dat die mensen die dat analyseren, die zien veel meer van de strategie dan dat wij leken kunnen inzien. En dat vindt zij dan heel leuk om te zien wat er allemaal achter het spel schuilt, wat wij zelf in eerste instantie niet zien. Wij gaan nu dus kijken. Dit is niet echt een excuses dat het een korte vlog was, maar wel meer een verklaring van, het was een wat kortere vlog, we hebben een heel druk weekend gehad. Vanaf nu af aan zit er weer 1 dag tussen de dag dat we het vloggen en de dag dat we het uploaden. En we gaan er vanaf nu weer gewoon tegenaan. Nou goed, dat was het. Doei!